Vandaag ga ik met de jongens een vrij basic paasoefening doen, die ik geleidelijk ga uitbreiden. Waar ik op ga letten is de basic skills van de jongens, dus het technisch goed pasen. We zijn met een vrij grote groep, dus dat zal lastig zijn om iedereen daar individueel nog op te coachen. Ik kijk even naar het groepsproces en ik ga ook kijken naar wat er gebeurt als de oefening wordt uitgebreid met een tweede en een derde bal. Want dan wordt het ook heel belangrijk dat spelers met elkaar communiceren en onderling goed kijken. Bal dragen, bal vanger. Oefening dan ga ik uitbreiden met een lichte vorm van verdedigingsdruk. En uiteindelijk in een spelvorm, de continuous attack, waar ik de minderheid moet uitschakelen. Of tenminste proberen aan de bal te blijven. Dus door een minderheid aan verdedigers uit te spelen. En dat is het doel van de training uiteindelijk. Hey jongens, vandaag gaan we wat op pasen oefenen, trainen. De basics wil ik eigenlijk gewoon doornemen. We gaan dadelijk in vijftallen daar staan. En de bal pasen. Ik wil in eerste instantie gewoon kijken naar techniek, het pasen. Goede catch, vroege catch en polsbeweging, goede hoge elleboog. Al je techniekpunten die jullie allemaal kennen, die gaan we doornemen. We gaan daar naartoe. We hebben twee goede ballen nodig. Even kijken. Onze goede ballen zijn weg. Ja, neem die maar mee. Je loopt naar die witte pion toe en je paast terug, achter je bal aan. Je gaat achter je bal aan, ja? Achter je bal aan, Bazan. Je bal achterna. Je gaat... Oké, stop even, pak even een goede bal hier. Voor de mensen die het nog niet duidelijk is, we gaan onze eigen bal achterna, ja? Oké, tempo, ja, kom maar. Nee, je moet naar de pion toe lopen en terugpasen. Tobias, naar de pion toe. Zo ja. Je had ook geen conditie nodig. En dan een half uur praten lag er bij de aas. Ja, kom maar. Ja, dat is niet. Blijf je eigen bal achterna lopen. Je gaat in het rijtje waar je naartoe paast. Nou, Peer, je gaat naar het rijtje waar je naartoe paast. Loop je bal achterna, jongens. Hey, stop even. Die gaat niet goed. Wat is er niet duidelijk? Wat is er niet duidelijk? Loop naar het pion, paas en ga naar het rijtje waar je naartoe paast. Ja? En sluit aan. Ja, kom maar. Loop recht. Oké. Tobias, loop eerst op. Oplopen. Je paast te vroeg. Wijs die bal naar, loop recht.
Oké, okay. Leg de bal of de cones iets verder uit elkaar, een meter, opschuiven. Ik ga wat meer ruimte maken. Allemaal. Zo, ja. Boys, luister even. Zorg dat je dit nou met één bal alvast goed doet. Want er vallen nog ballen. We zien ballen vallen. We zien ballen niet goed aankomen. Concentreer je op je paas. Het gaat niet om de snelheid. Het gaat wel om de techniek. Ja. Gaan we weer beginnen. En volg je bal naar de hoek. Volg de bal. Joost, volg je bal. Oké. Goed. Concentreren nu op je eigen paas, come on. Niet te nonchalant. Tempo gaat. Het gaat niet om het tempo, het gaat om de paas. Oké. Hou die techniek, hou die techniek en volg je bal. Hou die techniek, volg je bal. Oké, stop even. Jongens, focus op die bal. Focus nou eens op je paas in plaats van praten. Er komt nou een tweede bal bij, dus dan moet je ook gaan communiceren, ja? Dus ik wil, er komt een tweede bal bij, dus opletten en je blijft je bal volgen. Dat is ook heel belangrijk. Ja, zorg dat je kijkt wat je achterlaat. Ga maar, Peer, die kant op. Ja, Joost, diep. Ja, juist. Blijf je bal volgen, blijf je bal volgen en kijk en communiceer. Prima. Ja, Bram, kom maar recht. Kom maar duur, kom maar duur. Kom maar. Gaat goed, boys. Ja, terug. Ja, bal. Ja, bal, kut. Kom op, Joost. Doe normaal. Hard toch heen. Ja, nou, terug. Kom maar. Ja, kom maar. Oké, er komt een derde bal bij. Ja. Kijk, 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 communiceren. Stop, 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 stop. Even een vraagje, waarom gaat dit nou meteen fout? Ja, oké, ik geef je de voordeel van de twijfel. Je kent misschien sommige namen nog niet. Maar je moet focussen, had ik gezegd, op je eigen paas. Hè? En op je looprichting, dat je weer heel snel je bal volgt.
Het wordt nou steeds belangrijker met drie ballen dat we continuïteit erin houden en dat we goed naar elkaar kijken. Ja? En meer aan in het midden dan aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Precies. Precies. Kijk wat je achterlaat en kijk ook waar de gaten vallen. Als er iemand niet aanspeelbaar is, dan jullie moeten dat met deze aantallen makkelijk kunnen redden. Dus ik wil het zien, mannen. Ja, beginnen weer. Volg je bal, volg je bal, volg je bal. Ja, vol. Ja, kom maar bal rechts. Hey, joh. Hey, joh. Joost, kom op! Zit die? Hey! Beter, beter! Oké, okay, stel nog één keer. Kom maar, Nick. Ja? Ja, heel lekker, jongen. Heel lekker. Kom maar, oké, stop even. Hoe was dit? Hoe gaat dit? Ja? Kan beter. Kan beter, hè? Ik zou nog één keer willen vragen. 2 minuutjes. Maximale focus. Maximale focus op je paas. Niet op de snelheid. Je hoeft niet keihard te lopen. Maximale focus op je paas. Nauwkeurigheid en communicatie onderling. Dan komt er een vierde bal bij en dan proberen we het zo in leven te houden. Ja? Oké. Go! Zou ik het leggen? Voor heb je een sleutel nog? Ja, die ligt daar. Communiceren! Hou die continuïteit! Kom op, kom op, kom op! Niels. Ja, iemand. Ja, ja. Kijk, wacht heel even door. Ja. Oké, stop maar. Jongens. Wat is belangrijk hier in deze oefening? Overal. Filteren. Sorry? Filteren waar je niet nodig hebt. Precies. Heel goed opletten. Goed opletten, focus, concentratie en techniek van pasen. Kan ook nog verbeterd worden, hè, jongens, bij sommigen. Denk ook aan je moeilijke hand, die heeft iedereen.
We gaan dadelijk even splitsen in twee groepen. Want daar hebben we iets te grote aantallen voor. Goed. Zo heb ik er. Nee, je hoeft het. Dat is te veel. 3, 5, 7. Boys, luister. We gaan deze oefening nu met vieren pasen gaan we doen tot de 22. Er staan hier drie verdedigers. Ik moet de drie verdedigers hebben. Niels, ja, kom maar. We hebben er genoeg. Ja, oké, okay, ja, kom maar. Jullie beginnen ongeveer bij de denkbeeldige 22, want ja, die hebben we niet echt. Oké. Okay. De vier aanvallers. De eerste aanvaller die komt weer. Die zorgt dat er diepte komt. Door op te lopen en de bal terug te pasen. Het principe blijft hetzelfde. Zorg dat je een goede paas geeft. En er wordt ietsjes druk op je gezet. Door drie verdedigers. Ja? Kom maar. Een beetje ruimte zoeken. Ja, en weer terug. Verdedigers weer terug naar de 22. Jullie zetten een klein beetje druk. Niet te veel. Ja, nieuwe groep. Kom maar. Die is heel goed. Is heel goed. Niet onderscheppen. Oké, Teun. Zorg dat je recht blijft lopen. Boys, gebruik iets meer het hele veld. Het gaat eigenlijk tot deze koon. Iets meer ruimte zoeken. Ja. Blijf recht lopen en pas op het juiste moment. Niels, is niet de bedoeling. Oké, opnieuw. Terug, oké, de laatste. Yep. Oké, kom er nog heel even bij. Wat zou het doel van deze oefening kunnen zijn? Ruimte zoeken. Buitenste mannetje kunnen bereiken. Met snelle handen. Ja, snelle handen, dat klopt. Uitspelen met een overlap. Juist. En dat is ook eigenlijk waar de basis gelegd wordt bij je paas. Hè? Je recht lopen, je paas volgen. Dat je in ieder geval een overlap kunt creëren bij een man-meer situatie. We gaan afsluiten deze oefening met een spel Continuous Attack. Dat kennen de meesten wel. Ik wil even kijken of dat lukt. Ja, qua aantal. Hè? Ja, vier hoeken. Willen jullie die twee pionnen daar neerzetten? Maken we een rechthoekig veld. Oké. Okay. Jongens, we sluiten af met Continuous Attack. Dat is eigenlijk 3-2 aanvallen. Degene die aanvalt en niet getouched wordt, dus touch, die mag doorgaan. Die drukt de trui en gaat meteen weer door. Vandaar continuous attack. Zorg dat je de principes van net houdt. Recht lopen, terugpasen. Ja, en ook de gaten zoeken natuurlijk. Dus succes. Over de hoeken verdelen. En Iggy begint. Joost, verdeel eens, kom op.
Ja, kom maar. Ja, zeker. Ja, zeker. Lekker. Oké, Tobias, neem een 3. Ja, Niels mee. Kik mee. Heel goed, op het goede moment gegeven ook. Twee verdedigers, Joost. Netjes. Geen kans voor de verdediging. Het is maar een klein veld. Kopverdediging. Dit is jammer. Ja. 3 aanvallers. Oké. Oeh, bijna voorwaarts. Ja, daar gaan we weer. Oh, mooi Teun. Deze moet je wel hebben hoor. Oh. Trek je man. Een paas goed. Lekker. Jammer. Volgende aanvaller. Hop, hop, hop. Goed. Oké. Eden. Was dat je goede kant, Eden? Ja, Joost. Lekker. Oké, Joost, ga door. Houd eens 3 keer vol of 4 keer. Kom op. Ja, Joost. Lekker. Oeh, jammer. Oké, nog 2 aanvallen. Kom maar hoor. Oké, Mats. Kom maar Joost. Ja, de laatste. De laatste moet goed zijn. Oké, boys, kom nog heel even bij elkaar. Bedankt, dat was goed. Nou, ik vond het niet slecht gaan, die laatste oefening. Maar ik denk ook dat wij met onze snelheid... die 3-2 situatie of 2-1 situatie, die moeten we straks op maximaal uitbuiten. We moeten onze snelheid gebruiken. Nog andere dingen wat opvalt bij deze oefening? Je trekt je tegenstander, dat zou ik af en toe heel goed gebeuren. Dus ik hoop dat jullie het...
ja, de basisprincipes goed in de gaten houden. Blijf aan je paas werken, want dat is echt super belangrijk. Je ziet dat het toch een paar keer nog fout gaat waar, zeg maar, de paas uit de verkeerde kant of te laat of voorwaarts wordt gegeven. Dus daarom blijven we ook aan die basistechniek werken. Nou, bedankt jongens. Tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel. Beste trainer ooit.